Kijk eens, dit hier is mijn driewieler. We hebben hem al een beetje afgebroken. De achteras zit daar andersom in. Het is een lang verhaal hoe dat gebeurd is, maar in ieder geval de ketting is afgebroken. Dus je kan niet meer trappen. Dus wat is dan de oplossing? Een motorblok erop bouwen. We hebben dus gekeken van, oké, hoe gaan we dat doen? Het meest logische is dat blok je opzetten. Maar dat ging niet dus. Heb je hier zo, een oude kwad. Er zit ook gewoon een as in. Dus als we die gewoon pakken en hier op plakken, dan doet hij het. In theorie. Hoe tans is dat? Dat? Ja, genoeg. Waarom stuur je dat zaal al mee? Wat? Je hebt straks op drie wielen, heb je ook gewoon dikke schijven. Alle veiligheidsmaatregelen hebben we aan gedaan. Stap 1 is dus deze as eraf krijgen. Ging die bijna op zijn bek. Kom nou jongen. Dus. Maak ze los dan. Ik ben bezig. Maak maar gewoon los anders. Doe gewoon los maken, jongen gek. Jezus. Wat heeft de heer Jezus hiermee te maken? Helemaal niks. Ja, laat hem dan ook uit je mond. Ze geven meer de zon. Dit zit ook allemaal echt. Die boutjes zitten alleen los. Ja, het zijn alleen de boutjes. Ja. Nu naar achter. Ja, dat snap ik ook wel. Achteruit. Het is echt zo ontzettend mooi aan elkaar gebakken. Ja, mooi rolletje eraf. Aan school. De achteras. De achteras. Zeg maar. Ah, de breedte klopt nog aardig hoor. We hebben echt nog verstand van een links of rechts. Ja, het is een differentieel, Timon. Cool, hè? Echt, cool. Nou. Wat wou je doen? Ik niks. Ik sta door zo'n hamer. Trouwens, als je straks hier gaat sluiten, moet je wel even opvangen, hè? Wat? Ja, bougievonkjes zijn bijna op, dus we moeten even die... dan moet je even Emma erbij halen, zeg maar. Ja. Hamel. Je sluipt Erik. Waar ga ik slijpen? Ga ik daar nog over nadenken? Dan doe je even voor de stop. Wat? Kan ik hier nog op zitten, denk je? En daar kun je nog prima op zitten. Ja, ah, mooi. Appetit. Ja, dat ging best goed eigenlijk. Deze wel onder de kwad zetten. Er blijft daar geen niks meer van die kutfiets over, jongen. Dat doet net zo goed een normale fiets kunnen gebruiken. Ja, kut, dat bedenk ik me nu pas. Kut idee. Ja, maar op kenteken stond drie wielen, dus Oh ja. Wel legaal. Kenteken? Doe gewoon zo. Kom op, ja. Ja. Je blok ook bij je, of niet? Nee, die ben ik vergeten. Dus. Ah, tyfus. Het bloedt gewoon niet. Ah, komt nog. Waar is de werkbus? Oh. Wat korgen hier, hè? Het bouwpakket. Tada! Aandrijving. Blokje. Dikke. Lonk in. 196 cc. Kom, we gaan hem erop buinen. Wie durft hem te starten? Want ik heb laatst mijn hand bijna gebroken aan dat aantrekkoordje daar. Ja, dat was de trek. Doe nog eens. Hij loopt als een zonnetje. Hij is kapot. Dit is still nothing firm, man. Simon, klem maar op. Ja, zo ongeveer. Hoe is het? Bang? 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 Het gaat even duren hoor, maar even heel veel. Kijk, dat stinkt jongen. Godsamme. Hey. Timon. Dick Chain. Doet hij het weer? Ja. Maar verbinden. Ja, wist je dat het echt niet irritant is? Ja. Je zat gewoon een dikke centimeter tussen, hè? En nu niet. Ja, nu dan. Koffie. Ja. Alsof het vermaakt is. Laat je je lasjes zien? Ja, ik heb er een foto van gemaakt. Dit is, dit is mijn lasje. Is dat hem? Ja, dat is mijn lasje. Ah, nice man. Ah, dit is toch mooi man. Dit wordt hij echt heel stevig van. Stuur. Dit is een zieke achterbrug. Ik heb nog nooit in mijn leven een lasapparaat vastgehouden.
Zo! Wow, dit is dus wat last als altijd zien. Hier hebben we niks, man. Zo, oh, oké. Oh, dit. Oh, ja? Oh, daar ging die al. Oh. Laten we kijken, wat heb ik gedaan? Is dat een las? Dat is een las. Oh, wat moet ik? Dat doe ik in daar. Zwijzen. Ja, zwijzen. Ah, klopt! Oh, hij is wel echt fysiek lang zo. Op zich, hij lijkt wel mooi te passen zo. Ah, niet eens stikken! Nee, kut, de garantie. Waar gaat deze heen? Laten we die eerst maar eens even naar beneden buigen en dan... Stuk? Stekker moet erin. Oh. Kijk, dit ding is echt vaak een lijp, jongen. Waar ik nou de hamel, goed joh. Exact. Oh, sorry, je hebt ook een klein hoofd. Ja, hier is zo'n paard wat of jij. Doet niks. Ja, ze gaat gewoon lassen, cirkel. Echt? Kan je dat niet of zo? Nee. Hij kan dat, hè? Jou kan dat. Ja, ik kan dat. Ik ben chef uitplaats. Ja, maar dit hier is toch een dikke constructie, of niet dan? Mooi. Dit voelt aardig stevig hoor. Op zich. Hé, hey, maar als dat best wel meedoet, is gewoon mooi. Gewoon af. En vast zit. Hoe was het ook alweer, zo? Ja, zo ongeveer, toch? Nu 4, 5 uur of zo. Ja, ja. Ik heb helemaal niet bij mij. Jullie hebben ergens een remkabel vandaan getoverd. Jullie gaan zelfs nog remmen installeren dus. Ja, want we hebben ook breken toen had hij zo lopen. 65 ongeveer. Dat is iets harder dan de bedoeling was. Ja, dat is maar zou die dan nog een beetje trekkracht hebben, denk je? Nee. Hij doet al iets. Hij gaat al wel zwaar. Dan zijn we er bijna. Goed. Ja. Doei. Centrifugalenkoppeling. Oeh. Oeh, een beetje spulling. Kom maar goed, kom maar goed. Oh, Kiel, dit is eigenlijk best wel goed perfect. Hij heeft niks geen spiegeling meer. No. We zijn echt professionals. Ik hoor het vaak dat ik slim ben, maar zo slim, dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Maar dat past er niet. Dat hij te lang is. Hoor ik vaak al, maar dat moet geen probleem zijn. Maar niet direct, dat scheurt wel. Zit die vast? Ja. Dit is toch echt lijp zo, zo'n motorsteun eronder. Hier zit zo'n dingetje. Hier doe je de kabel onder. Hier doe je gewoon de gaskabel in. En dan doet hij hem hier zo. Ja, maar daar hebben we toch gewoon zelf voor gekozen om geen vol draadbout te hebben, toch? Ja. Ja. We hebben gewoon zelf voor gekozen. Okay. Wat is zo'n dikte, hè? Ah, oh, loop wel los. Komt goed. Nee, loop niet los. Hou dat ding eens tegen, man. Wat moet ik dat doen, man? Hou me tegen dan. Ik denk dat ik harder kan trekken. Nee, dat denk ik ook. Dat zie ik. Oh, laat zien. Ik denk dat het eruit gaat, ik denk, je staat hem vandaag nog. Zou het goed zijn? Ja. Ja. Kreeg je zo'n scamberichtje van, ja, ik ben je oma, ik zit op WhatsApp, ik heb 100.000 euro nodig van jou. Branden weer de 40. Op de aarde. Dat is ziek. Hij zit daar boven nog dubbel gevallen. Dat stuk moet ik eigenlijk niet hebben. Roest, daar heb ik een trucje voor. Een trucje? Ja. We kunnen hem gewoon spannen. Hoe goed is deze gebouwd, jongen? Ik heb een aarde. Ja, die kabel loopt echt niet ideaal, maar boeien. Ja, we hebben het niet van hem. Dus toch... Ja, ik kan gewoon remmen. Hè. Daar van tevoren was dat niet eens een eis, maar jullie hebben het gewoon gemaakt. Nou, het gaat nu niet echt lekker terug. Als ik wel gas in, dan is het faan met je handen. Ja. Jongen, dit is echt geweldig.
En dan moeten we precies de juiste hoeveelheid elastiekjes doen voor dat hij net niet uitvalt. Hoppa. Wow. Hij is klaar. In theorie. Zou je hem aantrekken? Ik fiets mee. Oh. Dat klonk niet best. Heel best. Leeft hij nog? Je staat hem alweer. Deze koppeling die kreeg een beetje veel te warm. Maar nu heeft Julian dit tandwiel helemaal zelf gesneden. Nu zou hij dus een top hebben van... Iets onder de veld. Dit is het oude tandwiel toch? Ik zie nu pas dat dit wel echt een heel verschil is. We moeten alleen nog even een paar voetsteuntjes. Merk niks, merk niks. Zo. Ja, zoiets. Is die stabiel? Ja. Is niet mooi, maar zit wel vast. Doe die zo even daar opbaken strakjes. Ja. Dit is mooi gemaakt, man. Kun je nog stellen hoor. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Misschien dat hij daarom zo slecht loopt. Er zit best wel veel poep in. Mooi, kijk wel. Gaas. Wow, dat ben je snel, hè? Flinke broodskist. Dirk heeft hem al weg op afgemaakt. Ja. Oh, ja. Ah, daar hebben we lang. En hij doet het niet meer. We zien hoe snel dat ding wegtrekt. Godverdomme. Echt wel halen dan. Vijf, hè. Ja. Wacht naar rechts, gaat hij uit. GPS-test. Ik vind dat mijl per uur. Maar ja, wat is mijl?
Ja, je zou iets onder de 40 lopen, man. Ja, 54 liep hij. Als je nu deze loopt zo. Ja, dan ga je dood, zeg maar. Dat moet je niet doen. Heb je een beetje planten meegenomen? Ja. Ja, is er een Mac? Ja. Kom maar, laat maar doen. Ja. Oh, ze komen hem al halen. Hallo? Je kan hem niet hier bestellen. Nee, dit is een trike. Drie wielen. Dit is al de tweede keer dat we worden afgewezen. Nee, je mag alleen maar met de auto door de drive. Verdomme. Nou, dan rij ik even door. Gaat hij weer? Hij staat nu in de rij omdat hij niet weg kan. Mag echt niet. Ja. Ik zie haar kijken, joh. Gaat hij ook gewoon rondjes lopen rijden? Waar is het eten nou? Kijk daar. Dacht je met de huifkar op stap? Ik weet niet of dit blijft zitten, maar. Jawel. De frame is nog niet helemaal roze. Dit is neonroze of zo. Ja. Hier een beetje. Dat is goed. Is dat uitlaatverf? Uitlaatverf? Ja. Wat daarin? Ja. Is dat hem eens? Oh, dat is heet. Dit nog niet gehad. Eigenlijk het hele frame wel gewoon. En dat? Tand wil ook nog. Tand wil ook. Die moet wel mooi, hè? Zo, lekker kort bijspuiten. Dat heb ik geleerd op de vakschool van spuiten. Goed veel druipers. Weet je, druipers geven de verf karakter. Ik heb nog een beetje rood van de remklauw. Dan remt hij nog iets harder. Oh, ja, zeker. Daar nog een beetje. Bam, we dan. Wacht ze. Ja. Oh, oh. Dikke pink walls te bieden. Ja. Hoeveel verf komt er uit zo'n busje, man? Ja, er zit, ze hebben er te veel in gedaan volgens mij. Gelijkmatig, stabiel, met regelmaat. Oh, kloot. Echt heel mooi. Moeder belt. Yo. Hoi, hoe laat ben jij thuis? Ja, rond uur af weet ik niet. Je hebt type nummer van het blok. Yo. Lonk in? Nee joh, roze. Een fucking waarschuwingsticker over gif en CO2. Yo. Niet op het gele. Absoluut niet op het gele. Gaat die... Yeah. Nee, nee, je bent echt een Mongool, jongen. Goed, goed warm houden. Laat het droog, toch?
Hij heeft er wel dicht genoeg op, hè, Erik. Nee, daar moet je gaan zitten, Kroeken. Wat? Hier niet? Jawel, ja, die pin toch niet, hier komt toch kont toch niet aan? Ja, die pin toch niet? Je zit toch niet met je reet als die pin erop? Oh, wat kut. Nee, wat kut. Wat een plaatje. Hoe moet je inzoomen met dit ding? Oh, daar ben je al. ANWB gebeld. Oh. Vandaag gaan we keren van door binnen van steken. Ik heb hem niet bij al. We rijden nu 60, denk ik. Ik denk dat ding 60 gaat of zo. Oh, wat is dat? Oh! Hey, koffie? Ja. Eeuw. Oh, doe maar een half litertje, hè? Die nog?